Mijn naam is Alberto Stegeman. Kunnen wij even met elkaar praten? Ja, is zo. Ik ben je hond. Hij wil de hond wegbrengen, maar dat gaan we niet doen. Want ik ken zijn praatjes en dan is deze oplichter ongetwijfeld gevlogen. Ik wil de confrontatie nu aangaan. Nee, ik ga daar nu echt niet in effect, man. Maar hoe lang ben jij al bezig wel niet met oplichting? Ja, dat is al lang klaar, dus ja. Nee, dat is niet klaar, want jij bent nog steeds aan het oplichten. Ja, Stan lijkt geen zin te hebben in mijn vragen en loopt snel richting zijn huis. Maar ik laat hem niet gaan. Honderden slachtoffers heb je gemaakt, hé. Hey. En wat doe jij met die exen van je, dat stalker van je? Daar moet je mee stoppen, jij. Heb jij iets te zeggen? Nee, ik zeg maar niks. Dan probeer ik op zijn gevoel in te spelen. Hopelijk trapt hij erin en haal ik hem over om wel met mij te praten. Dit is toch niet het leven wat je wil? Is goed, maar doe dat niet hier. Dan kom maar daar. Okay. Hij loopt mee en dat is mooi, want misschien gaat hij wel bekennen. Kijk daar de zonnekant in zitten. Ja. Jongens, willen jullie een beetje op de achtergrond blijven? De camera's blijven natuurlijk gewoon draaien. Hoe gaan we hier uiteindelijk mee stoppen? Ja, ik ben een lange stop vanaf 2018. Ik heb de laatste keer vastgezeten, ik ben er klaar mee. Ik ga trouwen, ik krijg een kindje. Het is klaar geweest, Alberto. Dit is dan ten voeten uit, want dit zegt hij al jaren. Ik ben klaar, Alberto. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar mensen blijven me wel achtervolgen de hele tijd. En daar heb ik wel een hekel aan. Ik heb er 4 keer vastgezeten, dat is mooi geweest nou. Ik moet nog voor het gerecht komen, jongen. Die zaken die lopen nog allemaal. Die lopen al 4 jaar, maar de politie is zo langzaam, joh. Hoe weet ik zeker dat jij stopt? Als ik je dat hier zeg, dan zeg ik je dat. Ik heb het al een paar keer tegen de media. Nee, ik weet het. De oplichters die mij hebben verteld in het gezicht dat ze stoppen en daarna weer door zijn gegaan, daar zijn er 100 van. Ja, dat is ook zo. En zo iemand staat nu voor mijn neus. Een oplichter die van geen ophouden weet. Maar nu ik Stan eindelijk voor de camera heb, laat ik hem leeglopen. Ik wil al zijn bekentenissen op beeld vastleggen. Maar hoe oud ben jij nu? Ik word nu bijna 23 in oktober. Dus ik ben er nou klaar voor. Waarom heb jij het gedaan? Omdat ik... Ja, het was veel te makkelijk, dat mag je eerlijk weten. Het was veel te makkelijk. De oplichting was veel te makkelijk. Ik had 1 keer geld nodig en ik dacht... Ik werd zelf opgelicht voor 700 euro voor PSV-kaartjes. Met paspoortjes voor Champions League. Nou, en dat... ja, dat ging... ja, ik dacht kanker. Ik ben 700 euro kwijt. Ik was net 18. Ik verdiende 500 euro bij de Plus en de supermarkt. Dus omdat hij zelf een keer is opgelicht... besloot Stan maar zelf een professionele oplichter te worden. Dat het in zijn hoofd anders werkt dan bij de meeste mensen, is me wel duidelijk. Op jouw leeftijd, wat is er fout gegaan? Oh, ik ben dom geweest, ja. Ik ben dom geweest. Ja, maar dom geweest, kijk, andere mensen worden daar slachtoffer van. Ja, ik weet het. Waarom? Ja, niet nagedacht, joh. Ik ben ook jong geweest. Ik heb gewoon ook domme dingen gedaan in mijn leven. Hij geeft steeds meer toe. We weten ook al dat hij bij voetbalclubs oplicht. Bij PSV kunnen zij zijn bloed wel drinken, omdat hij ze oplichtte met een doneeractie voor een niet bestaand kindje dat zogenaamd kanker had. Maar hij heeft bij meerdere voetbalclubs opgelicht. Gaat hij ook dat op camera bekennen? Bij NAC heb ik toen de eerste keer met de voetbalkaartjes verneukt. Toen hebben ze hem opgepakt, dat was in 2016 en 2015. Maar het schijnt dat jij nog steeds bij voetbalclubs je meldt. Nee, niet meer. Vorig jaar heb ik dat nog 2 keer gedaan of zo. Bij Vitesse 1 keer geloof ik en bij Feyenoord. Daarna ben ik ermee gestopt, ik ben er klaar mee. En hoe zit het met jouw tatoeage? Ja, ik ben dom geweest. Het staat er nog steeds, ja. Zwart, Satudara. Daar waren ze niet zo blij mee. Maar hij was het dank gezet, maar ja, dat accepteerden ze niet. Natuurlijk accepteerden ze dat niet, want hij was niet eens lid. En hij bedreigde uit naam van Satudara zijn slachtoffers. Maar ja, toen ben ik te ver gegaan en hun zijn naam. Ja, daar hebben we nu een dank afgepakt. Dan heb ik nog geluk dat ze me niks gedaan hebben. Nou, een paar tikken gekregen, maar voor de rest niks. Meer zien? Ga naar Kijk.nl. Kijk opent je ogen.